Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat een groot deel van Nederland onbewolkt is. Daar gaat de zon dus weer volop schijnen. Boven de Noordzee zitten wat witte wolkenplukken. Dat zijn hoge wolkensluiers. Die zullen in eerste instantie vooral over het zuidwesten van ons land drijven. Later kan ook elders wat hoge sluierbewolking voorkomen. Maar de zon heeft daar over het algemeen weinig moeite mee. Na een vrij koude ochtend wordt het in de middag 12 tot 15 graden, maar liefst dat bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting. Vanavond gaat de wind weer afnemen, hij wordt overwegend zwak en zelfs veranderlijk uiteindelijk. Overwege de avond is het een graad of 5 en morgen in de vroege ochtend gaat het weer licht vriezen op veel plaatsen. Uiteindelijk morgenmiddag is de temperatuur dan weer opgelopen naar 13 tot 16 graden en dat bij volop zonneschijn en weinig wind. Ook dinsdag en woensdag is het nog tamelijk zonnig en zeer zacht met een middagtemperatuur rond 16 graden maar liefst. Vanaf donderdag komt er meer bewolking en gaat de middagtemperatuur omlaag. Mogelijk valt er ook wat lichte regen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.